Jelte, dit, is een, dit moet voor jou een raar weekend zijn. Gisteren Zwarte Cross en nu North Sea Jazz. Ja, 100%. Maar het contrast is geweldig, weet je wel. Ik bedoel, dat maakt allebei die shows beter ook. Omdat we hebben gisteren gewoon echt een rockshow gedaan. Echt vlammen, rocken. En vandaag, ja, dit is natuurlijk altijd meer soul. En het contrast zorgt ervoor dat je ook meer soort van dat gaat leven of zo, weet je wel. Als van gisteren was het gewoon, ja, verstand op nul, vol rocken. En vandaag helemaal hiervoor gaan, ja. Ik vind, dit kunnen weinig mensen, denk ik. Ja, nou weet je, daar heb ik van tevoren ook wel echt wel naar uitgezien. Dat ik dacht van, dat leven, en ik hoop dat de mensen dat opvallen, weet je wel. Dat die shows naast elkaar zitten, ze zijn compleet anders, ja. Ja, nou, ik weet niet of hier heel veel Zwarte Crossgangers zijn op No CTS. Het is echt ander publiek. Ja. Heb je voorkeur? Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind altijd alle shows leuk om te doen. En het was te gek gisteren. Alleen zeg maar voor mijn persoonlijke voorkeur een festival waar ik zelf ook naartoe ga en zo. North Sea. Het soort van het heel erg liefde voor muziek ding wat hier hangt. Ja, dat spreekt me wel aan natuurlijk. Ja. Ik heb een heel klein stukje maar van jou gezien, want ik stond weer met iemand anders met zo'n ding. Ja, dat is een beetje het leven hier, dat is vervelend. Wat ik niet gezien heb en wat ik echt gemist heb schijnt, is dat je Whitney niet gedaan hebt. Ja, klopt. Waarom? Nou, soms dan. Eigenlijk heeft die beslissing het hele balletje doen rollen voor de show. Kijk, mensen in mijn band en mijn crew vragen mij dan al maanden: Jelte, wat gaan we doen op North Sea? Wat gaan we doen? En ik hou het dan altijd heel lang af. En soms ook omdat ik het zelf dan echt nog niet weet. En er was dus denk ik gewoon een moment dat ik in de auto die track aan het luisteren was. En dat ik dacht, fuck, dat ga ik doen, weet je wel. Verstand op nul, Whitney tribute, weet je wel. En, want vocaal is dat natuurlijk echt heel heftig. En zeker ook voor een, ik ben uiteindelijk wel echt een jongen. Dus die was wel pittig. En toen ik dat wist, Toen is het hele balletje voor wat deze show meteen moest. Zo was ook een moment dat ik tegen de band moest zeggen: jongens, we gaan het niet doen, weet je wel. Dat ze je wel even heel raar aankijken. En die heb ik dan ook moeten overtuigen. En die moesten flink aan de bak om dat repertoire onder de knie. Zo, ja, dat is. Ja. Je vraagt veel van ze. Zeker, maar dat houdt ons ook allemaal scherp. En op een bepaalde manier is dat natuurlijk een wisselwerking. Wij worden allemaal zoveel beter van met elkaar spelen en zoveel van elkaar eisen. Maar neem nog even mee, dat moment dat je weet niet hoort, wat gebeurt er? Wat, is er iets specifieks wat je aanspreekt? Of wat voor kwartje valt er bij jou? Los van de uitdaging om zoiets te doen en de spanning ook die erbij komt kijken, is het dan denk ik gewoon wel echt eigenlijk het complete plaatje wat in één keer valt. Want dat gevoel wat ik dan heb als ik denk van tering, dit gaan we doen, dat is ook wat mensen voelen. Want mensen in die zaal zijn echt verbaasd. En die gaan ook het eerste couplet denken van, ja, dit wil ik hem nog wel eens even zien. Dit moet hij wel even klaarspelen. Want er komen zo een paar noten aan en het is wel een jongen, weet je wel. Dus die spanning vind ik dan heel interessant. En denk ik, ja, dat is de show. Als ik dat neel, dan heb ik ze te pakken. Maar heb jij dat nodig? Want je maakt het je altijd. Ik heb bij jou altijd het idee dat je het je altijd net iets moeilijker maakt dan echt, nou ja, voor mij nodig zou zijn. Nee, klopt. Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik ben er niet super veel mee bezig dat. Ik bedoel, wij kunnen letterlijk gewoon, zeg maar 5-6 shows van een uur met verschillende nummers van mijn repertoire spelen zonder te repeteren, weet je wel. We zijn echt, ik bekijk het altijd vanuit mijn optiek, dit hebben we al gedaan en het moet altijd een stap hoger, weet je wel. Ja, dat onderscheidt jou wel heel erg, vind ik, van heel veel mensen die ik zie. Ik zie nog wel eens wat live, maar dat is echt, er zijn er maar een paar. En dan moet ik echt naar internationaal gaan om vergelijking te vinden. Spiegel jij je wat dat betreft ook aan mensen? Soms wel. Ik moet zeggen, de echte commerciële muziek spreekt me niet zo heel veel aan. Er is toevallig hier een band, Knower heet die band, en die volg ik al een tijdje. En daar zitten een paar muzikanten in en die schrijven ook liedjes en die maken ook dingen waar ik dan wel echt voel dat er een soort van. Het heeft ook een bepaald soort van concurrentie ding van, zij kunnen iets wat ik niet kan of zo, weet je wel. Maar zijn dan wel dingen dat ik denk. Maar gaat het muzikaal om iets niet kunnen? Ik bedoel,
dat klinkt zo technisch. Zo muzikant op muzikant. Klopt. Ik weet nog dat ik was denk ik een jaar of 14 en ik had een funkband. En we speelden een show. En toen na ons speelde een band. En die bassist die deed een soort van heel heftig slap dingetje. En ik weet nog dat ik tijdens die show weg ben gelopen naar de kleedkamer. Om te gaan proberen of ik dat ook kon spelen. Weet je wel? Toen dacht ik kan het ook spelen. Toen ben ik weer verder die show gaan kijken. Ik ben wel best wel competitief wat dat betreft. Maar kijk, muziek is uiteindelijk natuurlijk geen wedstrijd. En weet je, het is denk ik wel oké om competitief te zijn met mij. Want ik ben ook nooit uiteindelijk trots of arrogant of zo, weet je wel. En nu kan ik het, nou het volgende, weet je wel. Even naar jou buiten dit podium. Even kijken, er liggen twee fantastische singles. Dankjewel. Ja, echt. De eerste was topsong bij ons. De tweede hebben we aan onze vriendjes van drie gelaten. Ja. Maar dan denk je, wat wordt de volgende stap? Komt er nu een album? Denk jij nog in albums? Of heel eerlijk, ik denk sowieso altijd in albums. Want ik ben echt zo'n gast. Ik luister zelf ook altijd gewoon album van begin tot einde. Ik ben niet zo van, nu ga ik eens een nummertje aanzetten of zo. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar... Maar ik heb er de leeftijd voor. Ja, oké, fair enough. Dus ja, ik denk er wel in, maar ik heb nu wel echt die approach van singles uitbrengen en kijken hoe de reacties zijn, weet je wel. Ik heb natuurlijk een heleboel muziek liggen, want ik ben continu aan het maken. Ja. Even de singles die er nu liggen, hè. Good Boy. Ben jij de Good Boy? Ja, het is heel ironisch hoor, want ik ben heel stout eigenlijk. Ja, volgens mij valt dat best mee. Ja, het is een beetje zo'n flirterig ventje, weet je wel. Ja. Zo'n stoute jongen, dat ben ik wel hoor. Ja, dus het is een ironisch... En wie is Amy? Mag het nu al eens gezegd worden? Of blijft het een opblaaspop? Nou kijk, ik heb in die videoclips heb ik een heleboel subliminal dingen verstopt. En je kan herleiden wie Amy is uit die videoclip. Maar is het belangrijk dat wij dat weten? Nee, helemaal niet. Maar voor jou? Nee, ik bedoel, is het voor jou zelf belangrijk? Ook niet. In die zin... Ik vraag het je, van is een lied voor jou, je wordt getriggerd door iets en daar komt een lied... Of is het echt een verhaal aan iemand of iets of ons? Het is echt van geval tot geval. In dit geval, zowel Amy als Good Boy zijn gewoon, ik word geïnspireerd en ik maak iets. En verder, maar er zijn zat dingen die ik echt voor iemand heb geschreven. En er zijn ook heel veel diepere, gelaagde, ingewikkeldere teksten dan I'm a Good Boy. Ja. en de ligt vast, jouw kennende, ligt er eigenlijk alweer een dubbel album klaar. Hoe gaat het voor jou werken de komende tijd, weet je dat al? Nee, we zijn gewoon heel erg aan het aftasten en aan het voelen. En elke keer dan denken we van, kom op, hop, hop, hop. En dan gaat het eigenlijk heel goed met een single. En dan denken we, we kunnen wel eens even kijken wat mensen ervan vinden. En beïnvloedt jou dat dan in de volgende stap? In dit geval op zich wel. Omdat ik heb toen drie albums in een jaar eigenlijk gewoon zo gedaan. En ook denk ik wel mensen om me heen die zeiden van, zou dat nou wat doen? Gewoon gezegd, ik wil dit doen. Dit is voor mij. En dat was ook een heel andere Jelte, zeg maar, gewoon mentaal. In de zin van, ik wilde toen zoveel mogelijk uitbrengen. Voor het geval dat. En dat is nu gewoon weg. Dus, voor het geval wat? Nou, voor het geval dat Superpop eventueel mijn laatste album zou zijn, zeg maar. En dus zaten er een heleboel op elkaar. Ja. En ik vind het wel een prettig gevoel dat er gewoon... Ik bedoel, nu zeggen mensen, waar blijft die plaat, waar blijft die plaat? En ja, ik weet zelf gewoon dat er zijn weinig mensen die dat tegen me zeggen... die echt daadwerkelijk de andere zes geluisterd hebben. Van, ja. Weet je wel, ik heb veel muziek uit. Ja, zeker. Zeker. Maar de laatste twee bevallen heel goed. Ja, het is echt... Voor ons ook, als luisteraar. Okay. Ja. Gaat lekker aan werken, man. Ja, ga ik doen. Ben benieuwd. En goed je te zien. Je ziet er goed uit. Merci. Jij ook. NPO Radio 2.